Inmiddels 3:05, lieve luisteraars. En ik heb de heer Ashwi Ramcharan aan de lijn. Zoals toegezegd gaan we de komende minuten met hem in gesprek. En zijn slogan voor dit gesprek vandaag is als volgt. Ashwin zegt, even kijken hoor, wat zegt Ashwin precies? Dan moet ik even opzoeken. Ja, Ashwin zegt, als Santokhi 24 uur per dag de tijd heeft, waarom laat hij zich door CARICOM afleiden? Heeft hij thuis niet anders te doen? Is de grote vraag. Dat zal een beetje de rode draad van dit gesprek zijn. En dat geënt op de ontwikkelingen in Suriname. Ashwin, goedemiddag, welkom in de uitzending. Dankjewel, Fred. Goedemiddag, luisteraars. Goedemorgen, luisteraars. Ja, in Suriname is het ook inmiddels middag, hè? Dus, Okay. Hier en daar middag, ja. 12 uur. Ja, leuk. Ja, we gaan praten, Ashwin. Even kijken, de laatste ontwikkelingen. De koers schiet omhoog. En Brunswijk is paniekerig. En heeft vanmorgen, dacht ik, een videootje ingesproken met toch wel, vind ik, een stukje boosheid en intimidatie richting de regering waar hij zelf deel van uitmaakt. Maar met name naar de president, van zo kan het niet verder. Want als dit zo doorgaat, dan afval ik ook Didi. Verbaast jou dat? Nee, Fred, ik moet zeggen, de tweede week van het presidentschap van president Chan Santokhi heb ik persoonlijk een gesprek gehad met de president. Ik acht mij een vriend van de president, want we hebben heel intensief samengewerkt om het boek Chan te schrijven. Hij is ook een vriend van de familie, dus ik acht hem gewoon een vriend. Dus als ik nu in de media op wat voor manier dan ook kritiek uit of aandachtspunten benoem, die zijn aandacht benodigd hebben, punten aankaart over zijn leiderschap, dan zie ik dat als een vriendendienst. Laat dat duidelijk zijn voor een ieder. Ik ben geen vijand van Chan Santokhi, ik ben geen NDP'er, maar ik heb toen in de tweede week van zijn presidentschap in dat gesprek tegen hem gezegd dat als IMF naar Suriname komt, want toen begon het al te borrelen, want de VES was voorstander van IMF naar Suriname halen. Ja. En de VES zat er helemaal vol van. Nu komen ze van een koude kermis thuis. Hè. Iedereen komt van die koude kermis, van die vrieskermis terug. En dan heb ik het niet eens over de CARICOM kermis, maar de kermis in Suriname. Die koude kermis, daar komen ze allemaal van terug. En ze zitten allemaal met hun handen in het haar. En iedereen wijst de vinger naar elkaar. Ja. Terwijl dezezelfde landbouw-economen, waar de VES vol van zit, hè, die hadden kunnen weten dat als je IMF een land binnenbrengt, zonder creatief te kijken naar andere manieren om je schuld te saneren, dat je gewoon dit op je afroept, wat er nu gebeurt. He, dus iedereen krijgt nu ervan langs, links en rechts. De VES krijgt van de regering ervan langs, van de samenleving, onderling is er hebel. Dus ik heb toen tegen de president gezegd, er gaan twee dingen gebeuren als je kiest voor IMF. Eén, je minister van Financiën gaat kopje onder, gaat zijn kop verliezen, gaat dus met ontslag of gaat flauwvallen, zoals die minister van Financiën in Mexico tijdens het IMF-programma. Die viel ook plotseling flauw. Ja. Bij ons is het dan meegevallen, die is nog niet flauw gevallen, maar die heeft zichzelf ontslag gegeven. Dan hebben we een tweede scenario waarbij de president zijn kop rolt. Nou, dat tweede gaat, als de koers naar 50 gaat, is er geen ontkomen meer aan. Dan wordt dan onthoofd de president zichzelf, want hij was gewaarschuwd. En ik heb dit constant met alle technici die betrokken waren, of het nou ging om Winston Ramotasing, die bij de VES de voorzitterschap had toendertijd, of het nou gaat om Karel Eckhorst, of het nou gaat om bepaalde interne adviseurs, waaronder ook Wirin Ajodhia en zo, heb ik vaak gesproken over het probleem met IMF. Ik heb veel erover geschreven, dus het verbaast me niet dat we nu afstevenen op een drama als het gaat om de koers in Suriname. Ik zal je wat radicaals vertellen vandaag, Fred. Vertel. Ik heb een radicaal standpunt die ik heb ingenomen als het gaat om het beteugelen van de zwarte marktkoers in Suriname. En waarom doe ik dat? Omdat zelfs nu de centrale bank geneigd is, de centrale bank, de monetaire autoriteit van Suriname, met Roemer aan de macht, die tandeloos moet toekijken met zijn directieteam. Zij volgen nu zelf, zij laten zich nu zelfs leiden door de zwarte marktkoers.
Dus de Surinaamse monetaire autoriteit is niet in controle. Wat betekent dat? Dat je dus een situatie, dat zich een situatie kan voordoen van staatsveiligheid. En onder staatsveiligheid vind ik dat alles wat de regering uit zijn tas en uit zijn arsenaal kan halen, moet halen. En dat betekent dat ik stel dat de regering in Suriname per direct een nieuwe wet moet aannemen, waarbij het verkopen van valuta, gedefinieerd als US dollars, euro's, Chinese yuans, moet aan banden moet leggen met straffen des doods. Dus als je als niet-bank valuta handelt, dan krijg je de doodstraf. Dan moet je maar zien hoe snel die koers gaat dalen. Ja, oké. En wie gaat dan die valuta verkopen? De centrale bank? De centrale bank. Kijk, wat er moet gebeuren is, ja. De cambio's, die zijn nu eigenlijk de facto de monetaire autoriteit in Suriname. Ja. Daar moeten we vanaf. Want ja. De cambio's kun je niet reguleren met monetaire instrumenten. Ja. Met fiscale instrumenten kun je dat wel, maar daar is de regering natuurlijk te laf voor. Ja. Want diezelfde cambio's hebben de campagne van de president gefinancierd. Ja. Dus daar is er een belangenverstrengeling. Maar omdat het nu om de staatsveiligheid en dus oproer en opstanden en dergelijke en een vlucht van de SRD, wat ik altijd als wc-papier heb bestempeld, naar de US dollar en de euro's gaat plaatsvinden. Ja. Om dat te dempen, moet je nu radicale maatregelen nemen in een radicaal moment. Ja. Dus dit vraagt gewoon, dus laat alle crisis die we hebben gehad, we hebben nu een frontale monetaire crisis die we op onszelf hebben afgeroepen. Althans, de president en zijn regeerteam en zijn adviseurs hebben dit op zich af laten roepen. Ja. Het feit dat Karel Eckhorst nu genoodzaakt voelt om een artikel te schrijven waarin hij zich verdedigt, geeft al aan hoe heet de soep is. En die soep is niet te eten in Suriname op dit moment. Ja. Dus wat er moet gebeuren is, de cambio's moeten verboden worden om valuta te verkopen aan derden. Ze mogen alleen valuta verkopen aan de banken. Dan komt de valuta die normaal via de cambio zou gaan naar particulieren of bedrijven of wat dan ook, die komt in handen van het monetair systeem waarvan de reguliere banken deel uitmaken. Ja. En dan kan de centrale bank weer de monetaire instrumenten die gebruikelijk zijn om toe te passen in dergelijke crisissituaties gaan uitproberen. Kijk Fred, de mensen in Suriname en ook misschien de luisteraars en velen die dit nu allemaal horen en het komt sensationeel over. Kijk, monetaire situaties in landen waarbij koersen fluctueren en zo, is niet van vandaag. Dat gebeurt in ieder land. Financiële crisis, die komen vaker voor in de wereld. Zelfs in ontwikkelde landen als Amerika, Engeland enzovoort. We hebben ook de Griekse crisis gekend hier in de EU. Dus het is niet alleen Surinaams. Ja. Maar wanneer je zo'n crisis hebt, dan is het belangrijk dat je daar 24 uur aan besteedt. Je hebt geen tijd te verliezen, want het gaat om het belang van je land. Mm-hmm. Dan heeft het geen zin om te gaan proosten met andere leiders in Barbados, omdat je zogenaamd de CARICOM-voorzitter moet spelen. Daar heb je geen tijd voor. Ja. Daar is nu geen tijd voor. Ja. En dat zeg ik als vriend van de president, als sympathisant van deze regering. En dat Brunswijk dit nu zegt, ja, dat vind ik als coalitiepartner, ik vind dat die man de Oscar van Suriname moet krijgen als het gaat om regeren. Ja, ja, ik bedoel, als je als VHP'er dit niet ziet, je laat het op je afkomen. Wie had nou gedacht, welke econoom... Maar ja, dat verbaast me ook niet, want Suriname zit vol met landbouw-economen. Hè? Er zijn niet echt een monetaire economen. Daar is een tekort aan in Suriname. Dus we zetten landbouw-economisch denken op monetaire noodzakelijk denken. Het gaat niet werken. Ja, maar goed. Dat Brunswijk dit nu roept, is fantastisch. Ja, en jij zegt van, er moet een wet komen waarbij je toch wel, een beperking moet worden opgelegd aan wie wel, wie niet... vreemde valuta, lees dollar en euro's en Chinese mag verkopen. En doen ze dat toch, dan volgt daar de doodstraf op, zeg jij. Ja, dat vind ik. Ik vind dat we zo ver nu zijn gekomen dat normale maatregelen niet helpen. Want de centrale bank heeft geen instrumentarium. Ja.
dat we nu radicale stappen moeten gaan zetten, ja. Omdat het om de staatsveiligheid en gewoon om het leven. Ja, maar heeft dit niet met vertrouwen te maken, Ashwin? Ik bedoel, 100%. Ja, hè, bedoel, 100%. Ja, toch? Want waarom is er nu plotseling een run naar vreemde valuta? En waarom wil men nu de SRD'tjes zo snel mogelijk omzetten in US dollars? Dat heeft te maken met toch wel alle schandalen die zich de laatste tijd hebben voorgedaan. En dan zie je dat de banken waar men vertrouwen op moet hebben, dat daar ook van alles aan de gang is. Politiek en het bankair systeem, hè, dat toch daar rommelt en rammelt. Daardoor ontstaat toch enige chaos in die samenleving. En dan is het toch logisch dat mensen uiteindelijk, nou ja, zo snel mogelijk van dat geld dat ze hebben, dat mogelijk morgen weer voor een derde niet meer waard is, dat men dat wil omgezet hebben in een euro of in een US dollar. Nou Fred, kijk, er zijn twee fundamentele dingen die, ja. Die wat vertrouwen betreft, ja. Zwaar zijn geschaad, waardoor ja. die koers ook psychologisch aan het opkrabbelen is. Ja. Want kijk, de technici zullen zeggen, ja, er is geen reden dat die koers omhoog krabbelt. Maar daar gaat het niet om. Een koers van een land reageert niet alleen op technische matrix. Hè? Dus het gaat niet alleen om de fundamentals. Het gaat ook om vertrouwen, precies zoals ja. je dat zegt. Waar is dat vertrouwen geschaad? Dat vertrouwen is de afgelopen maanden vooral geschaad doordat iedereen wist dat Achebe Singh niet lekker in zijn vel zat. Eigenlijk de doek al in de ring had gegooid een paar keer. Die doek werd weer teruggeworpen naar hem. Maar iedereen wist het. Dus Suriname is een kleine samenleving. Iedereen weet alles. En sneller dan de media het in de media brengt. He, dus het vertrouwen van in de munt is vooral geschaad. Doordat Achebe Singh is opgestapt. En het tweede vertrouwen is geschaad. Omdat er nu aan publiek wordt gezegd. Beste mensen, het is crisis met die koers. We hadden dit niet verwacht. De IMF-mensen, waaronder Karel Eckhorst, die komen nu ook in de media. Ja, dan is er vuur, dan is er geen rook meer. Ja, ja, vuur. En dat vuur is aangestoken door? Het vuur is aangestoken door het feit dat de president een onintegraal en niet gefocust beleid voert. Ja. Kijk, je kan niet aan de ene kant zeggen, je stopt die banken vol met gratis geld, hè? Ja. Want dat doet de open market operation. Daar hebben we ook vaker over gesproken in jouw programma. Ja. Er zijn ook andere mensen die zich daarover hebben uitgesproken. Bijvoorbeeld David Deodat, die is ook een schrijver in de kranten. En zo zijn er nog een aantal mensen geweest die iets wat heel complex is en buitenzicht is van de gewone bevolking, van de gewone mensen, hebben wij geprobeerd uit te leggen en ja. toe te lichten. Nou, wat doet een open market operations? Die betaalt banken om geld wat zij in omloop hebben te verkrappen. Maar ja. dat werkt niet. Want ja. wat gebeurt er? Aan de ene kant wordt dat geld afgeroomd door die banken 80, 60, 70% rente te betalen voor niets doen. Ja. Je haalt gewoon geld uit de markt. Die banken die worden rijker. Die bankdirecteuren krijgen straks gigantische bonussen. Om vervolgens dat geld met rente en al weer na een week of twee maanden of drie maanden terug te geven in die samenleving. Aan diezelfde banken. Dus je moet nagaan wat er gebeurt. De ene kant verkrapt en de andere kant verruimt. Want de overheid verruimt. Ja. Daarom, de overheid geeft subsidies, AKB gaat omhoog. Ik begrijp dat het nodig is, maar dan moet de overheid dat geld halen bij die banken die gratis rente hebben gehad. Dus heb ik gezegd, stel een bankenbelasting in waarbij je die rente die banken gratis krijgen voor het verkrappen van de markt terug gaat naar de overheid en de overheid kan dat geld dan weer gebruiken op een verstandige manier om de mensen die het geld, die de steun werkelijk nodig hebben, om die gericht te steunen. Kijk, wat ook natuurlijk een rol speelt, is dat die oliemoney een ramp gaat worden. Dat creëert natuurlijk ook weer inflatie. Als oliemoney niet uitgevoerd wordt, dan is de olieprijs dus hoog voor iedereen. Mm-hmm. Oliemoney zou verlichting brengen in de olieprijs, zou de olieprijs verlagen, dus had je minder inflatie, minder prijsstijging. Die gaat crashen.
want Wirén Ajodhia is opgestapt. En nog steeds is er niemand gevonden om hem te vervangen. En als ze iemand vinden, moeten we ook nog wat ervan vinden of hij bekwaam is of niet. Dat gaat blijken. Dat is één. Twee, we hebben te maken met een situatie waarbij je, waarbij de regering natuurlijk geld creëert. De centrale bank met het IMF-programma probeert dat geld af te romen tegen hele hoge rentes. Maar het werkt niet. Want de overheid en de centrale bank zitten niet op één lijn. Ze hebben niet één afspraak over het monetair beleid. En dat creëert natuurlijk rommel. Hè, want de centrale bank komt dan ook met een communiqué uit waarin ze de regering ervan langsgeven. En ja, je moet niet vergeten, mensen die speculeren op de koers of de koers kunnen beïnvloeden, dat zijn hele slimme, krachtige mensen. Dat zijn niet die jongens die onder de markt wissel schreeuwen. Dat zijn mensen die de internationale ontwikkelingen in de gaten houden en dus altijd trucjes verzinnen om die koers in hun richting te bewegen, zodat zij er voordeel bij hebben. En dat gebeurt in Suriname. De monetaire autoriteit, de centrale bank, is niet in controle. Ja, maar goed, die centrale bank kan niet om de realiteit heen, toch? De realiteit in de praktijk, op de markt. Hè? Dus de markt nu altijd leidend is. En nogmaals, ja, als die vraag heel groot is en het aanbod van vreemde valuta minder is dan die vraag, dan zal dat automatisch leiden tot het opstuwen van die koers. Ik bedoel, ja, waar men het niet over heeft in de samenleving, is dat er heel veel bedrijven zijn in Suriname die via de centrale bank of via het gewone bankwezen valuta ophalen en het dan naar hun moedermaatschappij sturen. Neem nou bijvoorbeeld een bedrijf als Heineken. Heineken verkoopt gigantisch veel bier. Nu gaan ze ook nog Heineken brouwen. Dan moet het volk van Suriname begrijpen dat als Heineken SRD's ontvangt voor die Parbo en voor die Heineken die ze drinken bij het vat en weet ik veel waar, dat geld moet naar Heineken in Amsterdam. En Heineken gaat geen SRD sturen naar Amsterdam. Ja. Heineken wil euro's en US dollars. Precies. Met andere woorden, Heineken krijgt wel valuta die Suriname nodig heeft voor brood en graanimport. Dus de vraag aan het volk is, en dat, weet je, dat vind ik zo jammer, hè? Men vertelt het volk niet zoals het is. Ja. Waar moeten die valuta's vandaan komen voor graan? Als Heineken die valuta's gebruikt om bier te verkopen, bier te brouwen en dat geld om te wisselen van SRD's naar euro's en het naar Amsterdam te sturen. Waar moet dat geld vandaan komen? Met andere woorden, men moet begrijpen dat een bedrijf als Heineken nu minder bier moet gaan verkopen omdat Suriname een monetaire crisis doormaakt en het volk moet minder bier gaan kopen. Want als ze die bier bij Heineken kopen, dan gaan die SRD's omgewisseld worden in euro's. Ontstaat er een krapte om graan te importeren. Omdat papa gisteravond 2 parbo's heeft gedronken, kan zijn zoon morgen geen brood kopen om naar school te gaan. Ja. Dit moet gaan doordringen tot het volk van Suriname en tot de politici van Suriname. Ja. Zodat ze begrijpen dat je niet alles kunt hebben. Je moet keuzes maken. Je moet prioriteiten stellen. Ik hoor je nou een paar groepen duiden, hè, die schuldig zijn. Papa die bier drinkt, de vest die verkeerd geadviseerd heeft. En alle andere deskundigen die riepen dat uiteindelijk men toch wel moest aankloppen bij het IMF. Ben je inderdaad de juiste groepen aan het duiden waar de schuld gelegd moet worden dat het vandaag fout gaat in het land? Ik bedoel, was niet de VES en alle andere deskundigen die in één adem zeiden dat de regering Santoki met maatregelen moet komen, prudent beleid, om te zorgen dat inkomen en uitgaven in balans komt. Hè? Dat je gaat werken aan je productiekant zodat je meer geld gaat verdienen. Is daarin Santoki niet gefaald, waardoor je dus zeg maar niet kunt beantwoorden aan de behoefte aan US dollars om te voorzien aan, nou ja, de wens in het land? Fred, kijk, dit is ook iets waar iedereen zomaar als een kip zonder kop over praat, hè? Kijk, en nu kom ik op de expertise van al die landbouw-economen waar Suriname vol van zit. Ja. Ja,
Suriname was ooit een agrarische samenleving. Ja. Vandaar dat al die jongens en meisjes naar Wageningen wilden om landbouweconomie te studeren. Ja. Die generatie heeft Suriname helemaal verkwanseld. Ja. Waarom? Suriname is altijd een mijnbouwland geweest. 40% van Surinaams inkomen komt uit de mijnbouw. Ja. Waarom ben je bezig, koste wat kost, Suriname een agrarisch land te maken? Nigerianen hoef je niet te leren hoe ze rijst moeten planten. Mensen uit Saramaka hoef je niet te leren hoe ze kousenband en boulanger moeten planten. Dus die landbouweconomen moeten begrijpen dat zij mede verantwoordelijk zijn voor die verkwanselarij van 46 jaar Suriname. Ja, dus maar even ja, even afmaken. Ja. Dus mijn punt is, ja. het denken, het paradigma, de manier, het hele systeem van denken in Suriname moet op de schop. Men moet gaan inzien dat Suriname een mijnbouweconomie is, potentie heeft om intern landbouw te gebruiken voor zelfvoorzienendheid, niet voor de export. We gaan niet kunnen exporteren voldoende, want andere landen concurreren je weg op de internationale markt. Je hebt niet de schaal om dat te doen. En twee, we moeten leren om de toerisme, dus de service sector, om die alle aandacht te geven. Ja. Daar heb ik het weer over prioritering. Kijk, als je adviseurs hebt als leider, Santoki is geen econoom. Hij is een commissaris geweest van politie. Hij is monodisciplinair gevormd. Je hebt een multidisciplinaire vorming nodig om een land te draaien. Suriname krioelt van twee groepen mensen, landbouweconomen en juristen. En die hebben 46 jaar lang geen bal gepresteerd. Iedereen heeft zijn mond vol over de kiesregelwijziging. Maar wanneer gaan we het hebben over het rechtstreeks kiezen van de president van Suriname? Als je die kieswijziging straks hebt, ga je diezelfde oude politieke partij krijgen en nog erger. En ze gaan ook nog steeds onbekwame mensen daar als president neerzetten. Dus de adviseurs van de president, dat heel systeem, is gewoon niet bekwaam om Suriname van een ooit agrarische economie naar een mijnbouweconomie en een servicegerichte economie te transformeren. Dat zijn ze niet. Ja. Dus ze gaan door een heel diep dal moeten gaan, willen ze zonder oil en gas dit land transformeren. Ze bidden nu allemaal op hun knieën, iedere avond, dat oil en gas geld stuurt voor ze. Maar Total en zo zijn ook niet gek. Ze kijken ook naar de politieke instabiliteit. Total zou dit jaar, de komende maanden, een advies geven of een beslissing nemen of ze nou wel of niet door zouden gaan met olie in Suriname. Hè? Ja. Nou, dat is uitgesteld tot 2023. Stel je de vraag waarom? Als er zoveel politiek gerommel is, je minister van Financiën, een van de belangrijkste mensen in je kabinet, die het geld moet verdelen in het land, op ministeries, op departementen, op directieniveau, om projecten te financieren. Als die meneer opstapt, dan is je land stuurloos. En dat zien dit soort verstandige bedrijven gelukkig wel. Ja, ja. En daarom is er dus wederom geen vertrouwen in de SED. Ja, dus het is politieke instabiliteit, hè. En natuurlijk de toestand in het land op het punt van schandalen bij elkaar. Op vele fronten, die draagt bij aan die grote vraag naar US-dollars. En die maken dus uiteindelijk dat er een onbalans ontstaat tussen vraag en aanbod. En de koers omhoog schiet. Toch wel even terug naar die kwestie rondom IMF. En dan stappen we over naar die kwestie rondom CARICROM en een aantal andere zaken. Had Santoki nog een andere keus? Toen hij uiteindelijk aan de macht kwam en begon te roepen dat de schulden meer zijn dan hij zich had voorgesteld. En aan de andere kant, wat hij geroepen had, dat diaspora met een bulk kapitaal naar Nederland zou komen. En waarmee hij dan de financiële problemen zou oplossen. En dat hij uiteindelijk toch wel besefte dat datgene wat hij gedacht had, namelijk zij die gelden hadden geroofd
dat hij uiteindelijk niet in staat zou zijn die gelden daar weg te halen. En dan met de hand in het haar stond. En nou ja, tot een herstructurering van de bestaande schulden via, dus, via die organisatie die de gelden binnen heeft gebracht. Ik ben de naam kwijt. Maar goed, dat liep je tegenaan. En dus, en de aflossing in de rente, waar hij uiteindelijk niet aan kon voldoen. Was er dan nog een mogelijkheid om toch wel de kosten te kunnen betalen? En liefst zijn betalingsbalans in balans te kunnen krijgen? Nou kijk, op het moment dat Santokki aantrad, ja, wist hij waar hij aan begon. Ja. Althans, ik ga ervan uit dat hij geadviseerd was, uitgebreid over wat de consequenties konden zijn van IMF. Ja. En vooral ook in verschillende scenario planningsmogelijkheden heeft gekeken naar wat de consequenties zouden zijn als ze bepaalde stappen zouden zetten. Dat is waarschijnlijk onvoldoende gebeurd, want anders laat je je niet verrassen door wat er nu gebeurt. Ja? Wat ze nu doen is ze zeggen eigenlijk, zo, dit hadden we niet verwacht. En we weten nu even niet wat we moeten doen. Dus weet je wat, we verwachten leiderschap van de centrale bank. De centrale bank heeft in een eigen persconferentie gezegd dat ze niets kunnen omdat IMF de shotcaller is in het land. En ja, men doet alsof IMF geen shotcaller is, maar het is heel simpel. Als je niet doet wat IMF wil, ja, dan krijg je geen geld. Dus wie is dan de shotcaller? Ja, is IMF toch de shotcaller? Ja, maar had men dit niet vooraf kunnen bedenken? Van IMF komt niet zeg maar gewoon geld brengen, die stelt eisen. De voorwaarden, toch? Dat weet men, ja, van tevoren. Dan had men toch ook van tevoren kunnen calculeren welke gevolgen die eisen voor de economie, maar ook voor bijvoorbeeld de bestrijding van armoede zal hebben, dan wel het toenemen van armoede in het land, de instabiliteit in het land. Dat had men toch allemaal vooraf kunnen bedenken? Kijk, IMF had natuurlijk niet gedacht, ja, dat SLM gered moest worden, koste wat kost. En dat het een bodemloze put was, waar iedereen aan heeft zitten zuigen als een vampier. Ja, maar dat wist Santokki toch wel? Ik denk dat Santokki dat ook niet wist. Hij is van goede wil geweest. En achteraf kwam hij erachter van, hé, ik heb hier te maken met een vampier. Die zuigt niet alleen de kas leeg en maakt mijn minister van Financiën gek. Die zuigt mijn bloed ook. En nu is er dus paniek, hè? Ja. Maar kortom, Fred, IMF wist een heleboel dingen niet, ja, omdat IMF het land binnenkomt met een bepaalde techniek. En alle andere randzaken, daar bemoeit IMF zich niet mee, maar die laat het gewoon gebeuren in de hoop dat de regering verstandig en gedisciplineerd is. Nu blijkt de regering niet verstandig en ongedisciplineerd. Dus zegt IMF, dit was niet de afspraak, wij gaan u geen geld geven. En als dat geld niet komt, heb je een begrotingsgat. Ja. En dus krijg je een koersstijging. Dus IMF, die komt heel, net een ezel met oogkleppen op, komt IMF binnen. En die zegt tegen die andere ezel, kijk, we gaan die kant op. Maar als die ezel die IMF niet volgt, dan krijg je dus een rampzalige situatie. En dat gebeurt nu. Ja, dus uiteindelijk onder druk is men met het IMF doorgegaan. Ja. Ja, toch? Dat is gebeurd. Ja. Dat is gebeurd. En wat doen we nu? Ja. We zetten dus eigenlijk SLM als vampier, zetten we dus, wat ik eerder zei, in de nek van Grasalco. Dus we zijn we zijn eigenlijk met een piramidespel bezig. We zijn het ene gat met het andere aan het dichten en tijd aan het kopen. Ja. Zodat totaal zegt, hé jongens, jullie krijgen zoveel honderden miljoenen. Dan laten we een zucht en dan zijn we misschien gered op het nippertje. Maar totaal is niet gek. IMF doet gewoon technisch wat ze moeten doen. Ze hebben daar mensen voor, ze hebben daar modellen voor en ze sturen op die modellen. IMF houdt natuurlijk geen rekening met hoe een cambiohouder opstaat en plotseling 50 miljoen op zijn bankrekening heeft staan. Daar houdt IMF geen rekening mee. IMF houdt geen rekening ermee dat minister van Justitie van ABOP zit te snurken terwijl vier blanke mensen Mungo Marowijnenrivier overzwemmen. Daar houdt IMF zich niet mee bezig. VHP en ABOP en de regering en de volksvertegenwoordigers, die moeten nu
keiharde vragen gaan stellen van minister van Justitie. President Santokki heeft gezegd, hij heeft niet geholpen om die mensen te laten zwemmen over de Maromeine rivier. Wat heeft u gedaan eraan om die mensen tegen te houden toen ze met hun jockey daar de rivier wilden overzwemmen? Ja. Maar die vragen worden niet gesteld en journalisten snurken ook. En jij denkt, de Haan zegt dat hij op eigen houtje is vertrokken en helemaal niet gevlucht is, gewoon het land uit Schwin. Nee, maar... Nog? Ja, ik ben er, maar jouw telefoon stort. Ja, sorry, excuses, dat was even... Sta je buiten? Nee, ja, ik sta buiten, maar... Ja, maar de wind hoorde ik via je telefoon en dat geeft een storend geluid. Oké. Ja, als je dus ergens binnen, waar geen wind waait, dan... Ja, nu is het, nu is het goed. Ja, ja, oké. Ja. Ja. Oké, excuses, luister. Ja, nee, dat ja, dus ja. Even dat de casus van de Haan, ja, die zwam over de Maroëne rivier, ja, een mooi titel voor een kinderboek in Suriname. Ja. Die zaak is heel helder. Ja. De president is laatst geïnterviewd, volgens mij toen hij van een Braziliaanse receptie kwam. En die journalist stelde de vraag en hij zei... Ik heb niemand geholpen. Oké, prima. Hij is de president. Hij zegt, justitie moet zijn werk doen. Nou, justitie heeft zijn werk niet gedaan. Dan vind ik dat je als president ook verantwoordelijk bent. Want jij stuurt je minister van je ministerie van Justitie aan. Ja. Als president. Je minister van Justitie heeft gewanpresteerd. Want iemand die het land niet mocht verlaten, heeft het land verlaten. Dus moet je minister van Justitie op het matje roepen en per direct ontslaan. Ja, want jij verdenkt hem van opzet? Luister, het kan niet, Fred, dat 4 blanke mensen de Maroëne rivier oversteken zonder dat iemand anders heeft gebeld. Ja. Dat kan niet. Ja, en dus dat... Ik wil de uitdaging aangaan om ditzelfde te doen. Ja. En dan moet je maar zien hoe snel jij weet dat Ashwin heeft gezwommen over de Maroëne rivier. Ja, het is geen makkelijk traject, hè? Nee. Ja. En bovendien, als jou niks te verwijten valt, waarom ga je niet via de koninklijke weg de deur uit? Hè? Precies. Waarom zou je risico's nemen voor je vrouw en kinderen? Want hij zei, hij werd bedreigd. Wie dat deed, dat weten we niet. Maar goed, en dan gaat hij een avontuur opzoeken dat nog risicovoller was. En risico met zich meebracht. Namelijk via Frans-Guyana vluchten en nota bene laat in de avond. Dus als je niks te verbergen hebt, waarom ga je dat op dat avontuur? Kijk, iedereen heeft wel wat te verbergen, dus ik vind het fantastisch dat die Amerikaanse schuldeiser nu een rechtszaak is begonnen. Ja. Nou, dat betekent in principe, als er een bodemprocedure ingegaan wordt, want die schuldeiser die heeft recht op geld. Wat SLM heeft gedaan, is in principe even heel eenvoudig. Meneer de schuldeiser, u heeft geld van ons te goed. Maar weet u wat? We gaan Pronobi Sisser toch eerder betalen. Hè? Hoe zou je als schuldeiser, die de wacht is aangezegd, geduld heeft opgebracht, je voelen, als je hoort dat er toch mensen betaald worden door panden te verkopen, ja, facturen te betalen, dan voel je genaaid. Ja. En dan is het dus terecht dat deze partij nu een rechtszaak begint en het bestuur en de raad van commissarissen dus eigenlijk voor de rechter sleept. En ditzelfde moet iemand ook doen in de zaak Blauwmeer. Maar daar moeten we misschien een ander ja, dus voor de, ja, nee, duidelijk. Ja, maar even deze ja? kaas, dit verhaal rondom dat bedrijf AELF in Amerika. Ashwin, die wil tot de bodemprocedure de zaak voortzetten. En vraagt de rechter daar een uitspraak op te doen. En bodemprocedure kan natuurlijk heel lang tijd in beslag nemen. En zolang de zaak dient, mag er dan waarschijnlijk ook niet gehandeld worden. Exact. Mogen de voorgenomen reorganisaties niet doorgezet worden? Is daarmee einde SLM? Nou, weet je zou heel koppig kunnen zijn en kunnen zeggen, weet je, ik steek de middelvinger op naar die partij die me voor de rechter sleept. Ten eerste is het niet chic als je als regering dat doet. En als tweede, stel dat je wel doorgaat met wat je in gedachten hebt, omdat het zo'n briljant plan is. Ja. Dan loop je dus het risico dat de vorderingen van zo'n partij
nog groter gaan zijn, omdat je ze nog meer stof geeft om er wat van te vinden. Ja. Hè? En omdat er geen garantie is dat dat plan waterdicht is en ook gaat lukken, moet je dat niet doen. Je moet gewoon rustig die bodemprocedure afwachten totdat er een vonnis is en daarna de bodemprocedure. En dan pas kun je verder met je briljant plan. Ja. Ondertussen is de haan hier. Mevrouw Jesserun, die zit gebellig thuis. Meneer Ravenstein komt niet meer op de radio, omdat hij ook flinke van langs heeft gehad. Ravenberg. Dus zo, meneer Leitzing is nu dagelijks bestuur. Ja. Dus zo is iedereen een beetje uitgewaaierd. Ja. En niemand gaat wat doen. Iedereen is als de dood. Want ze zijn hoofdelijk aansprakelijk gesteld. Dat betekent dat ze allemaal eigenlijk door de schuldeiser in privé gezoet zijn. Dus ze zijn in privé nu verantwoordelijk voor wat ze aan, aan het werk hebben gedaan. Ja. Nou, dat is nogal wat. Ja, dus ik denk dat het voorlopig bij SLM, dat er daar niets gaat gebeuren en dat het bedrijf langzaam zo, helaas, dood gaat bloeden. En dus kom ik weer terug op wat ik tegen de vakbonden had gezegd, om zich te bundelen en gewoon de overheid aansprakelijk te stellen voor wanbeleid. Ja, ja, nee, duidelijk. Nogmaals, even die kwestie rondom, zeg maar, hoofdelijk aansprakelijk stellen. Het is een onderneming met aandeelhouders. Er is maar één aandeelhouder, dat is de staat, voor 100%. Hoe en waarom wordt dan de directeur en de RVC dan zeg maar hoofdelijk aansprakelijk gesteld? Nou, als bestuurder en als raad van commissarissen ben je gebonden aan bepaalde ondernemingsrechtsregels en wetten. Ja. En die zijn dus duidelijk overtreden omdat je wanbeleid hebt gevoerd. Ja. Dus je hebt, kijk, dat de aandeelhouder het bestuur en de raad van commissarissen niet aansprakelijk stelt en dus voor de rechter sleept. En dus hoofdelijk aansprakelijk stelt, dat is te begrijpen, want het zijn natuurlijk vriendjes. Maar die zouden het feitelijk ook moeten doen. Je zegt van de staat natuurlijk had deze mensen aansprakelijk moeten stellen voor natuurlijk het teloorgaan van dat bedrijf. Ja. Ja, en misschien gebeurt dat nog, want er zijn allerlei onderzoeken aan het doen die weer maanden gaan duren. Want hoe gaat het? Er is nu waarschijnlijk, zijn er nog een paar commissies benoemd om onderzoek te doen. Ja. Maar in principe is het heel duidelijk. Ja. Als bestuurder ben je hoofdelijk aansprakelijk. Ik heb een holding, ik ben daar directeur, groot aandeelhouder. Ik ben aansprakelijk. Als ik wat doe, kan de Belastingdienst mij aanspreken of iemand anders die ik wat verkeerds heb aangedaan. Hè? Ja. Een klant die ik niet goed heb behandeld, dan ben ik hoofdelijk aansprakelijk. Ja. Die kan mij hoofdelijk aansprakelijk stellen, dat betekent niet dat ik werkelijk hoofdelijk aansprakelijk ben. Dan moet ik dus een proces gaan voeren, een juridisch proces doorlopen en dan bepaalt de rechter dat. Dus de vraag is straks, wat gaat de rechter bepalen? Heeft de Raad van Commissarissen werkelijk zitten snurken? Heeft het bestuur werkelijk zitten snurken? Waarom hebben ze Bicisser wel betaald? 125.000. Waarom is die 125.000 niet naar die schuldeiser in Amerika gegaan? En ik weet 100% dat de rechter gaat zeggen, ja, u had Bicisser niet moeten betalen, want die is later in de rij gekomen van schuldeisers of vorderaars. U had die Amerikaanse partij moeten betalen, want die heeft al lang tegen u gezegd dat u me moet betalen. Hm. Nou, dus ik verwacht dat dit echt gaat exploderen in het gezicht van de politiek. Het gaat exploderen in het gezicht van het bestuur van SLM en in het gezicht van alle raden van commissarissen. En het is goed dat dit gebeurt, want daarom zie je ook een exodus van raad van commissarisleden bij de Hakerinbank, want iedereen voelt de bui hangen. Ook een raad van commissarissen was een plek waar je lekker kon snoepen, je kon lekker dronken verschijnen in de vergadering en iedereen kon nog lekker met je lachen, maar die tijd is voorbij. En dat vind ik wel een verdienste, niet direct van deze regering, maar wel een verdienste van de tijd waarin we zitten. En dat is de tijd waarin de media, de social media, een vergrootglas legt op het rotte systeem, het rotte politieke systeem in Suriname. En dat is een goede ontwikkeling. Ja. Nou ja, met al deze problemen thuis, Ashwin, ik bedoel, het stapelt zich allemaal op, hè, nogmaals. Chaos na chaos, minister afgetreden, adviseur weg. De Hakerinbank is een coup gepleegd waar heel veel over te zeggen valt. En dan, die kwestie rondom SLM, dat blijft natuurlijk iedereen boeien. Is het dan niet vreemd dat de president, die heel veel kopzorgen heeft,
tenminste het land moet redden. Het volk wordt steeds armer. De benzineprijs gaat omhoog. Je zegt zelf, koers gaat richting de 30 SRD. Ik bedoel, waar haalt hij die tijd vandaan om nog actief te zijn binnen het CARICOM? Nou, dat is iets wat iedereen zich op dit moment natuurlijk aan het afvragen is. Ik ben puur een doorgeefluik van datgene wat ik als sentiment bespeur en wat ik zelf observeer. En daarom heb ik dat artikel dus ook zo met een kop gekopt. Ja. Want het is natuurlijk opmerkelijk, hè, dat een president die zich had opgeworpen als de redder van Suriname met zijn dreamteam eigenlijk gewoon niet prioriteiten weet te stellen, zich niet gefocust qua perceptie naar het volk toe, niet de perceptie wekt, niet het beeld wekt. Van luister, beste mensen, we hebben crisis op crisis op crisis. Nu hebben we nog een crisis. Hè, mijn regering valt uit elkaar. Ik heb geen tijd voor andere onzin. Ik ga me nu focussen op mijn land. Ik ben ooit in 1982, toen iedereen Suriname verliet, heb ik Apeldoorn afgerond en ik ben teruggekomen naar mijn land. Ik ben een patriot. Ik ga me opstellen als een patriot. En ik ga me niet bezighouden met de bedelaarsclub die CARICOM heet. Ja. Nu niet. Ik heb nu geen tijd. Met andere woorden, het is heel belangrijk dat het volk nu ook gaat eisen dat de president zich bezighoudt met interne aangelegenheden. Alle andere politici op dit moment in de wereld hebben het moeilijk omdat de inflatie killing is. Of het nou in Frankrijk is, of in Amerika is, of in Venezuela is, of in Brazilië. Iedereen heeft het probleem. Maar je moet je focussen als leider op datgene wat het belangrijkste is voor je land. En dat is prioriteiten stellen. Die andere leiders, hun minister van Financiën, zitten nog steeds. In Suriname is president Santokki zijn ace verloren. Hè? Dus de aas, de schoppen aas in zijn kaartendek heeft het kaartendek verlaten. Minister van Onderwijs weet ook geen raad. Minister van Volksgezondheid maakt er een puinhoop van. Weet ook geen raad. Minister van LVV. Iedere keer als Santokki van het buitenland komt, heeft minister van LVV een andere script. Dan is hij ineens van Prem Chopra veranderd in Amitabh Bachchan. He? Dan heeft hij meteen een andere script. Ooit kwam hij terug van Guyana, moest hij allemaal vissersvergunningen geven. Nu gaat iedereen uit Suriname groenten exporteren naar Barbados. He? Want president is teruggekomen, dus minister Siudin gaat nu overal vertellen dat al die groenten uit Suriname één richting heeft. Barbados. Niemand praat over hoe die boer betaald gaat worden of Barbados kan betalen of niet. Nee. Alle groenten moeten naar Barbados. Dus ook die is nog van vlees, nog van vis. Dus we hebben een totaal dysfunctionele regering. Ja. Is Santokki deze verantwoordelijkheid naar zich toe zou trekken? Had hij tijdens de campagne inderdaad niet gedeeld met zijn kiezers. Hè? Zijn focus was om de problemen in het land op te lossen. Hij gaf af op wat de vorige regering misdaan had, wat die regering allemaal nagelaten had. En dat zou hij allemaal juist, als hij aan de macht zou komen, rechtzetten. Dat zou hij allemaal goed maken. Hij heeft toen niet gezegd dat hij ook voorzitter van CARICOM als ambitie had. Of vergis ik mij? Nee, kijk, het is gebruikelijk dat je als je mandaat krijgt om te regeren, dat je niet alles dicht hoeft te timmeren van wat je wel en niet ging doen. Maar de dingen die president Santokki en zijn regering hebben gedaan zonder het volk raad te plegen, zijn van grote impact. Kijk, als je kleine dingen doet, je wilt een brug bouwen over de Nikeri rivier of zo, ja, dan hoef je niet iedere keer naar het volk te gaan om toestemming te vragen. Maar als je IMF naar Suriname haalt, je hebt 24 uur in je dag en je wilt je ook nog gaan bezighouden met CARICOM. Je wilt nog een beetje reizen in de wereld. Je moet ook nog tijd hebben voor je vrouw. Je wilt ook even kunnen slapen en je dagelijkse behoeftes doen. Ja, dan moet je prioriteiten stellen. Dan kun je dus niet op alle feestjes gaan. Ja. Hè? Er is misschien één feestje en dat is geen feest, want dat is een gedrocht van een situatie. En dat is Suriname, daar ben je mee gehuwd. Ja. Je bent gehuwd met het land. Ja. Dus zorg je ervoor dat je met datgene wat je met de persoon of het volk waarmee je gehuwd bent, dat je die aandacht gaat geven. En dat gebeurt dus nu niet. Kijk, Fred, even nieuws. Ik kijk nu naar de koers op mijn app ja. Van Yokohama, want die hebben een app.
En daar staat de SRD officieel, hè, want ze mogen geen zwarte marktkoers noemen. Die staat op 27 SRD kopen voor de US dollar en 27,40 verkopen. Dus er is een spread van 40 cent. Dat betekent dat de zwarte markt, dat Yokohama en de cambiohouders al koersen hanteren van 28,5 en 29. Ja. Dus nog geen 2 weken geleden heb ik dat artikel geschreven en we zijn al op de 30. Ja. Moet je je nagaan wat er gaat gebeuren richting de kerst. Ja. Want dan moet iedereen plotseling pagaras hebben. En waar moeten die pagaras mee betaald worden? Die Chinezen willen echt je SRD niet hebben. Dus wat Suriname nu moet doen is, er komt geen pagarafeest. Net zoals Nederland dat vorig jaar heeft gedaan. We gaan geen pagaras schieten, dan besparen ze heel veel valuta. En daarvan gaan ze graan importeren. Dat moeten ze doen. Ja. Ja, nee, duidelijk. Genoeg kopzorg in het land, hè, waar de president zich op moet focussen. We zien dat in de zorgsector het personeel iedere dag weer op straat gaat en dat baby's doodgaan. Zoals jij dat ook in je artikel schrijft. Ik bedoel, dat zijn toch zaken die deze man zich moet aantrekken. We zien ook bij alle parastatale of heel wat parastatale organisaties toch wel de gelden worden geroofd. Was het ABS niet, dan was het SLM, was het SWM en nu horen we dat zelf bij Staatsolie, waar hij een poortwachter heeft neergezet, die zou moeten letten dat dat soort van gebeurtenissen niet zouden plaatsvinden, namelijk zijn eigen vrouw. Nou, dat is sowieso kwalijk, Fred. De perceptie heeft deze regering tegen. En die perceptie is ontstaan omdat er bepaalde onhandige beslissingen zijn genomen, waaronder het benoemen van de vrouw van de president met een wijziging in de statuten, die koste wat kost van de een op de andere dag moest gebeuren. Dat is wat mij betreft, mocht het en kon het, ik heb niets tegen de vrouw van de president, maar je moet wel beseffen dat je niet op een eilandje zit. Je hebt te maken met het volk van Suriname, je hebt te maken met een oppositie, en die gaan natuurlijk een verhaal creëren om de perceptie te laten backfiren. Hè? En dat is dus gebeurd. Nou, zo zijn er een aantal dingen die de oppositie heel handig heeft gebruikt om deze regering te laten wankelen. En het is ze gelukt. En dat is jammer dat deze regering eigenlijk onnodig bepaalde dingen heeft gedaan waardoor ze nu wankelen. Want het heeft ze achtervolgd. Hè? De benoeming van de vrouw van de president achtervolgt de president. En hij beseft het niet, maar hij gaat straks de geschiedenis in als de president die zijn vrouw had benoemd bij Staatsolie. Dat wordt een casus op zich. Ja. Van beste presidenten van Suriname in de toekomst, die misschien nog geboren moeten worden. Zo moeten jullie dat niet doen, want we hebben ooit een president gehad die zijn vrouw had benoemd. En dat heeft hem ten val gebracht. Ja. En de hele regering, omdat het de perceptie had gecreëerd van negativiteit. Er was niets mis met die mevrouw, er was ook niets mis met het feit dat hij een vertrouweling nodig had. Maar zo moet je dat niet doen, toekomstige president. Zo gaat het straks eraan toe in Suriname. We hebben toch ook onthouden dat we Suiplap Weidenbos als president hadden? Dat hebben we toch ook onthouden? President Boutersen gaat toch ook de geschiedenis in als de president van 4 miljard schuld? Zo gaat president Santokki ook de geschiedenis in. En dat had je nooit moeten willen. President Santokki had alles op een dienblad. Ja. Had jou, Fred, mij, iedereen mee om een van de beste presidenten ooit van Suriname te worden. Ja. En hij heeft zich laten beïnvloeden. Of hij is zelf op een soort Bonnefoy tour gegaan. En dus heeft hij nu alle schijn en vertrouwen tegen. Dat vind ik ontzettend jammer. Ja, hij heeft de basis gelegd voor zijn eigen falen, hè? Zeg jij, ja. Door de verkeerde keuzes te maken. En vooral zich niet te houden aan de beloftes die hij gemaakt had. Hè? Integer, prudent, beleid voeren, dat heeft hij niet gedaan. En we zien dus dat hij ook steeds met allerlei wilde verhalen kwam. Hè? Over dan, waar de oplossing zit, nou, dat diaspora verhaal. Hebben we inmiddels vaker afgedraaid. Diaspora Instituut Nederland, dat zou het paradepaard moeten zijn.
en zorgen voor dat vanuit Nederland dan mogelijk, nadat alle andere acties gefaald hadden, dan toch wel een brug gebouwd zou worden voor het brengen van geld, goederen en waarschijnlijk kennis. Maar het instituut is na een jaar dood gegaan. Dus we zien toch wel heel wat zaken die hij mogelijk als de oplossing zag, dat die allemaal toch wel niet werken. Vandaag lees ik in een van de dagbladen, dat is Star News, dat hij nu zegt, de oplossing ligt in de komst van de Rutte tsunami. Het bezoek van Rutte zal nieuwe kansen scheppen voor Suriname. Geloof je daarin? Ik geloof daar niet in. Rutte heeft het hier zelf moeilijk. Vandaag rijden de treinen in Nederland niet. Waarom? Omdat de vakbonden niet blij zijn met de loononderhandelingen. Dus het is kommer en kwel in Nederland, maar het is ook kommer en kwel in Suriname. Dus ik denk niet dat we daarop moeten rekenen. Wat fundamenteel belangrijk is om te beseffen, is dat Diaspora Instituut niet door jou en mij is opgericht. Dat is opgericht door de president. De president heeft een verwachting gewekt. Minister van Bibus, die heeft een verwachting gewekt. De mensen in het Diaspora Instituut, die zijn op die verwachting afgegaan. Ze hebben zich ingezet op hun manier en ze hadden verwachtingen. En als je dan die verwachtingen niet op een fatsoenlijke manier pareert of nuanceert, en dus eigenlijk tegen de mensen zegt, luister beste mensen, ik als president en mijn minister van Bibus, hebben jullie beloofd toen wij die gesprekken hadden en champagne dronken, toen we jullie installeerden, met volle bravoure, en al die commissieleden van meneer Boendi en meneer Makka enzovoort, iedereen zat erin, hebben wij het opgezet en we hadden u beloofd om 40.000 euro ongeveer te geven om daar iets mee te doen, waardoor wij die 500.000 Surinamers konden activeren. Dan zijn die mensen daarop afgegaan, maar dan moet je die afspraken nakomen. En als je die afspraken niet nakomt, moet je bij jezelf te raden gaan, waarom heb ik het niet eerder in het traject gedaan? Waarom moest het aankomen op het bedanken van mevrouw Ferrier en haar bestuursleden? Waarom kon ik het niet fatsoenlijker doen? Met andere woorden, het schort ook aan fatsoen in deze regering. Aan de zijde van Santokki. Het schort gewoon aan fatsoen bij deze mensen. Okay. Hè? Het gaat niet om de regering. De regering bestaat niet, het bestaat uit mensen. Ja. En het fatsoen ontbreekt gewoon. Het is onfatsoenlijk als een specialist van de kinderafdeling van academisch ziekenhuis je een brief stuurt en 2 weken lang geen antwoord krijgt. Ja. Het is onfatsoenlijk. Als mevrouw Ferrier je meerdere e-mails stuurt, meerdere brieven stuurt, namens en met haar bestuursleden, van beste DIS, Diaspora Instituut Suriname, beste minister Ramdien, beste president, jullie, we hebben afspraken gemaakt, jullie komen je afspraken niet na, dit kan niet, dan zeggen ze alleen niet, u bent onbeschoft, maar als ze aftreden moet de boodschap duidelijk zijn. Jullie waren onbeschoft naar deze mensen. Ja, maar dat hebben ze niet met zoveel woorden gezegd. Ze hebben juist dat verbloemd. Dat gaan ze nooit zeggen. Ja, dat maar daarmee geef je... Nee, maar ik vind... Als je zegt vertegenwoordigers te zijn... als Diaspora Instituut van de Diaspora Gemeenschap in Nederland... dan mag je natuurlijk die diaspora in Nederland toch wel duidelijkheid verschaffen waar het de schoen wringt. En niet allerlei verhaaltjes zeg maar de lucht in brengen die toch achteraf blijkt niet waar te zijn, toch? Zoals jij dat zegt. Dus maar Fred, ik vind dat jij hebt mevrouw Ferrier in je programma gehad, je was heel kritisch. Ja. Ik vond het een heel goed interview waarbij je keer op keer haar erop wees van mevrouw Ferrier. Sorry, maar ik geloof het niet. Ja. En zij deed echt haar poging om jou te doen geloven dat dit een geweldige, uit elkaar gaan was. Hè? Heeft mevrouw Ferrier trachtte om jou duidelijk te maken dat ze champagne hebben beklonken toen ze uit elkaar gingen. Ja. Wat een onzin verhaal is dat. Wie gelooft dat nou? Ja. Ja, en precies toch. Dus dan als je als instituut al naar je eigen mensen niet het ware verhaal overbrengt, hoe kunnen de mensen dan vertrouwen hebben in jou als instituut? Want waarschijnlijk hou je toch wel heel veel verborgen, waardoor ik natuurlijk nooit zeg maar, het vertrouwen zal hebben om mijn bijdrage bij energie te geven via dat instituut voor Suriname. Is het niet ook, uiteindelijk opportunistisch,
Ashwin, wat deze mensen gedaan hebben. Dat toen ze gevraagd werden om bestuurder te worden van dat instituut, nu we het toch daarover hebben. Ja, dat was toen natuurlijk hun ego. Die werd daarmee gestreeld. Zij werden gevraagd door de president om die kaart te trekken. Maar je ziet dat net in een tijd waar het heel veel chaos is, waar heel veel zaken mis zijn in het land, allerlei toestanden, dat zij denken, ja, maar met deze regering wil ik mijn naam niet associëren. Dus hoe snel kan ik zoeken voor een uitgang om weg te komen? Is dat niet eerder de reden waarom men weggegaan is? Nou, kijk, als je het bekijkt vanuit de manier waarop er plotseling afscheid is genomen, dan zit er dus meer, zit er meer achter dit verhaal. Ja? Ja. Nou, als je kijkt naar de verantwoordelijkheden, dan gaat alle verantwoordelijkheid naar de minister van Biebers toe. Zo simpel is het. Het is niet complexer dan dit. Als president delegeer je bepaalde dingen aan je ministers. En dan mag je ervan uitgaan dat het goed gaat. Maar het is niet goed gegaan. En niemand durft te zeggen dat minister Biebers op dit punt falikant heeft gefaald. Wederom. Niemand durft dat te zeggen. Ja. Net zoals niemand durft te zeggen dat vier blanke mensen in hun ondergoed de Marowijnenrivier zijn overgezwommen. Zonder dat de minister van Justitie wat wist. Ja. Minister van Justitie komt uit dat gebied. Ja. Iedereen heeft zijn telefoonnummer. Ja. Dus het is heel simpel. Hey, voor wit man en schwing Marowijnen no minister sanatoridis. Ja. Zo had het gegaan moeten zijn. Ja. Dus laten we niemand voor de gek houden. Dus de verantwoordelijkheid ligt bij minister Ramdien van Biebers om Diaspora Instituut Nederland en de diaspora afspraken na te komen en een succes te maken. Ja. Het heeft geen zin om iets op te zetten om vervolgens na een paar maanden te zeggen, ja weet je, ik had toch geen geld. Dat wist je ervoor al. Ja. Dan had je die mensen niet een rat voor ogen moeten draaien en het is stom van die mensen dat ze zich dat rat voor ogen hebben laten draaien. Ja. Dat klopt helemaal. Ja, maar je ziet dat het voortdurend gebeurt op het hoogste niveau. De president zelf, die is op dat punt niet gevrijwaard. Even terug naar dat SLM-debakel, waarbij eerst de president heeft geroepen, pak de dief. En hij heeft de dief uiteindelijk toch wel het paspoort van laten afpakken, zo een beetje, en hem gecriminaliseerd. En achteraf zet hij een onderzoekteam in om die beschuldigingen, de verdachtmakingen weg te poetsen. En dat is een onderzoekteam waar heel wat deskundigen vragen bij hebben over die onafhankelijkheid. Men heeft het over de slager die zijn eigen vlees is gaan keuren. Is daar de president niet, lees de hoofdschuldige in de zin van onbetrouwbaar en vooral laten zien dat hij toch wel steeds het volk stand in de ogen strooit? Fred, als je voor de verkiezing roept dat je alle geld wat gestolen is terug gaat halen. Ja. Als je weet dat de Wereldbank geld ter beschikking stelt aan landen die weten dat ze kaal geplukt zijn door frauduleuze regeringen en politici en personen, invloedrijke personen, daar heeft de Wereldbank een pot voor. En ik kan je dit vertellen omdat ik die Wereldbank-link persoonlijk aan de president heb gestuurd. Van president, dit is een potje geld waarmee je dat gestolen geld terug kan halen. Er is geen cent tot nu toe teruggehaald. Er is geen stap gezet om dat geld terug te halen. Men is het vergeten. Daarentegen, er is juist meer geld verdwenen. En die mensen die dat geld op hun bankrekening hebben gehad, die cambiohouders en zo, die lopen vrij rond. Die zijn nu die koers aan het opdrijven naar 28 en 29. Dat doen we in Suriname. Ja. Ja. He, dus ook het justitieel apparaat is ook niet bestendig om dit te doen. Die conclusie kunnen we nu trekken. Want het was beloofd dat corruptie aangepakt zou worden. Maar dat gebeurt niet. En ik heb ook in andere media gezegd dat het systeem zo rot is dat er schandaal na schandaal naar buiten gaat komen. En warempel, je ziet, bij Hakerinbank wordt er gestolen. De centrale bank met financiën, de issues. Ja. Bij SLM zijn er bedragen. En er gaat nog meer naar boven komen bij SLM. Hoor. Dit is nog maar het topje van de ijsberg.
Ja. De rest zit onder water. En wanneer die ijsberg onder water ook naar boven komt, dan gaan we de pop aan het dansen krijgen. En dan is de vraag, wie van de jetset gaat dan nog vrij kunnen rondlopen in Suriname? Ik denk iedereen. Ja, de regering heeft een behoorlijk deuk opgelopen als het gaat om imago en geloofwaardigheid. Ja, 100%. Ja. Maar daar heb ik niet aan bijgedragen, daar heb jij ook niet aan bijgedragen, Fred. Ja. En daar hebben andere journalisten en andere analisten niet aan bijgedragen. Ja. Wij benoemen, analyseren, ontangelen, wij houden de regering een spiegel voor. Ja. En het is vaak zo, als je iemand een spiegel voorhoudt, vindt hij het niet leuk. Ja, maar een fatsoenlijke regering, een fatsoenlijke president en zijn regering, die zouden zich toch dit moeten aantrekken en uiteindelijk toch wel de eer aan zichzelf moeten houden. En het mandaat terug moeten geven aan het volk van wij kunnen niet, we hebben een hoop beloofd, maar we doen het niet en we hebben juist het verkeerde voorbeeld tot nu toe gegeven. Ik denk dat je het fantastisch formuleert, Fred. Het mandaat moet terug naar het volk. Ja. Het volk moet nu een kans krijgen om te zeggen, wij vinden niet dat jullie geschikt zijn. We hebben jullie ooit dat mandaat gegeven, we willen het terug. Maar het terugvragen van een mandaat als volk, dat doe je met z'n allen. Dat doe je niet met 1000 mensen. Dat doe je niet met 500 mensen of 5000 mensen. Dat doe je met heel veel mensen. Ja. En eerlijk gezegd, denk ik nog niet dat Suriname zo ver is. Ja. Wellicht dat Suriname zo ver is als de koers op 50 staat. En daar gaan we naartoe. Want met de kerst gaat er een gigantische vraag zijn naar US dollars. En ik heb je al genoemd, zolang Heineken veel parbo-bier verkoopt, gaat Heineken SRD's willen omwisselen in euro's en US dollars om naar Amsterdam te sturen. Dus er gaat een valutaschaarste ontstaan. Zolang men Krontos en Pagaras wil schieten met oud opnieuw, gaat er een run zijn op valuta. Want die Chinees wil geen SRD's. Dus met andere woorden, de regering moet prioriteiten stellen. Als wij geen valuta hebben om meel te importeren, want dat artikel van de molen las ik laatst ook in de krant, dan moeten we prioriteiten stellen. Dan gaan we de accijnsen tijdelijk, vanuit fiscaal oogpunt, fiscaal beleid, gaan we de accijnsen op alcohol vervijfvoudigen. Men gaat minder bier drinken. Heineken gaat minder bier verkopen, gaat minder valuta vragen om naar Amsterdam te sturen. Dus blijft er meer valuta over voor de molen om graan te importeren voor brood, zodat je kinderen naar school kunnen. Ja. De regering en het volk moet nu gaan nadenken, wat zijn mijn prioriteiten? De president moet creatiever worden in dringendere vragen stellen aan zijn adviseurs. Zo simpel is het verhaal. En als je het makkelijk wil hebben als regering, als je het makkelijk wil hebben als president, dan ga je nu met de I am Golds en de Newmonds praten en je zegt, luister beste mensen, ook jullie zijn geld aan het sturen naar het buitenland, jullie verdienen aan onze grondstoffen, we willen onze royalties willen we verdubbelen voor een periode van 2 jaar of 3 jaar. Helaas, we moeten dat. De hele wereld heeft een probleem met inflatie. Jullie weten dat ook, jullie moederlanden hebben dat ook, waar jullie hoofdkantoren zitten. We willen nu een verdubbeling van de royalties. Dan maak je het voor je volk makkelijker, je maakt het voor jezelf makkelijker, maar dat kun je alleen als je 24 uur gebruikt om na te denken over hoe je creatief een draak van een probleem oplost. Ja. Als je die 24 uur aan andere dingen gaat gebruiken, dan ben je niet gefocust, heb je geen duidelijke prioriteiten, gelooft het volkje niet, gaat de koers naar 50 en dan is het klaar met jou. Ja, wat heeft die president in die 2 jaar gedaan? Want als we echt overal bekijken, ik bedoel, is er iets uit de handen van de president en de regering van de president gekomen? Bedoel, wat zijn de wapenfeiten in die 24 maanden tot nu toe? Fred, met een zucht zeg ik dat ik blij ben dat de Henaarbrug in Nikeri gerepareerd wordt door een van de best presterende ministers in het kabinet, en dat is Riad Noor Mohammed. Ja. Voor de rest is alles een ramp. Ja. De grootste ramp zit op Diebus. Ja, daar zit het grootste. Ja. Want er zou een diaspora ministerie komen.
zoals Israël dat ook heeft, Kaapverdië dat heeft. Er zijn genoeg landen die een diaspora-ministerie hebben. Een diaspora-ministerie zou din en dis niet nodig maken. Ja. Dus je had dan een gecentreerde, gefocust, geprioriteerde beleid, had je dan kunnen focussen op het mobiliseren van diaspora. Ja. Nee, dat hebben we niet gedaan. Maar Ashwin, die minister die niet deugt, die zou je toch nu toch weg moeten sturen. En we zien maar het grootste probleem is de vierde crisis. De vierde crisis die deze regering nu doorstaat of moet doorstaan of doormaakt, is dat ze geen ministers kunnen vinden. Ze kunnen geen personeel vinden, want de verstandige mensen blijven ver van deze puinhoop. Precies. En waardoor komt het? Zolang bepaalde mensen op bepaalde plekken zitten, wil je niet met die mensen te maken hebben. Ja. En nee, de maar president dat is moet dat... zich gaan afvragen, ja, als hij werkelijk een reshuffle had gedaan, 6 maanden terug, had hij misschien deze ellende nu niet. Want dan waren er frisse mensen, hij had de mensen die alles zitten te saboteren daar, had hij vervangen en had hij waarschijnlijk een betere nachtrust. Ja. Ja, nee, precies. Het is niet onlogisch, hè. Het is niet vreemd dat niemand in dit kabinet plaats wil nemen, omdat toch wel die geloofwaardigheid. Het is niet alleen maar het gewone volk op de markt en op de straat en op de hoeken van de straat geen vertrouwen en geloof meer heeft in deze regering, maar ook de intelligentia, die hebben fors kritiek en die zouden misschien nog hen de voordeel van de twijfel willen geven. Maar na alle schandalen tot en met nu toe en het beleid dat gevoerd is, wil niemand zich associëren met die lui. Dus ja, dat is niet vreemd dat niemand dus minister meer wil worden in dat land, Ashwin. En daarom zeg ik, bedoel, met die wetenschap, hè, dat niemand wil, bedoel, die goede man, hoe heet hij, Wirin Ajodhya, die loopt niet zomaar weg. Kennelijk zit hij ook de bui al hangen. Dat een negatief impact zal hebben op zijn verdere loopbaan. En hij denkt, nou ja, voordat ik helemaal beklad word, met jouw voet toe. Dus is dit nu het moment, hè, dat nogmaals wat ik zeg, kijk naar die minister hier van Landbouw, hier in Nikeri. Ik bedoel, die man is een bakker geweest. Ze hebben een minister van Landbouw gemaakt. Uiteindelijk komt hij tot de conclusie van, dit is niet mijn ding en hier ga ik niet in slagen. Dus ik heb het geprobeerd, maar eerlijk is eerlijk. Ik moet toegeven dat het niet mijn ding is. Hij treedt af, toch? Ik bedoel, dat maakt de man groot, dat hij accepteert. Dat hij, dat hij niet koste wat kost daar blijft zitten en dan allerlei brokken maakt, maar dat hij zegt van, dit is niet in het belang van land en volk. Dat zou toch die meneer Biebers en meneer van Gezondheid en de president sieren als zij nu zeggen van, nou ja, het is niet, ik bedoel, we hebben op alle fronten gefaald, hè. We zijn koste wat kost uiteindelijk toch zeg maar die avontuur met IMF aangegaan, we kunnen het niet aan. En we maken er een puinhoop van. Er is geroofd bij de financiën. Er is geroofd bij staatsolie. SLM is een puinhoop. Hagrim Bank, waar de directeur feitelijk door het Openbaar Ministerie toch wel beoordeeld is tot inderdaad zeg maar het plegen van grensoverschrijdend gedrag. Tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders is dat punt van de agenda geschrapt met steun van de staat, de president. Ik bedoel, hoe erger kan je het maken? Kijk, Fred, Suriname is een hele kleine samenleving, hè? Dus dat betekent in principe dat je ook een beperkt aantal deskundigen hebt. Die ooit hebben gestudeerd, verder nooit meer hebben gestudeerd, want daar hebben we ook heel veel mensen van. Dus je hebt een kleine groep mensen waar je uit moet putten als je een regering van deskundigen wilt vormen. Nou, we weten ook dat kennis veroudert. We weten ook dat als je in Suriname woont, dat je eigenlijk bijna niet de exposure hebt naar de wereld toe. Want je vindt het zo leuk om iedere keer bij Dream Café je borrel te drinken met diezelfde mensen en dan vervolgens 2 uur later diezelfde mensen op een verjaardagsfeest tegen te komen. Dus je hebt ook geen verfrissende gesprekken. Nou, dus wat krijg je? Je krijgt een soort groupthink. Mensen in Suriname, die denken allemaal hetzelfde. En dus als je nu een team moet samenstellen van mensen, wat krijg je? Je krijgt datzelfde denken. En die mensen die denken zodanig hetzelfde, dat ze elkaar nooit kritisch gaan bespreken of aanspreken of dergelijke. Want ze weten het niet beter. Hè? Dus de hoop was eigenlijk van Santokki, althans, daar ga ik van uit als je zegt
dat je het land met 500.000 mensen wilt opbouwen, dat je een ministerie van diaspora wilde opzetten, dat die ambities tot doel hadden om het land verder te helpen op een vernieuwende, frisse manier. En als dat niet gebeurt, dan moet je dus blijven vissen in die vijver van bestaande lui. En nu komen die lui die in die vijver zitten, die zien dus dat er een heleboel vissen doodgaan en die willen niet dood. Ja. Dus die blijven in die vijver zitten en die ga je niet krijgen in je regering. Ja. Dus het probleem is dat je nu, daarvoor ben ik ontzettend bang, dat je nu mensen krijgt die juist hyper onbekwaam zijn, die uit ego-overwinningen die functie gaan bekleden. Want als jij een gezinspersoon bent, dan ga je niet in zo'n regering plaatsnemen. Ja. Want dat betekent dat je vrouw, je kinderen op een tweede, derde plaats komen en dat Santokki op plaats 1 komt. Want eigenlijk is hij je leidinggevende, dus je doet het om hem. Omdat je hem aardig vindt, lief vindt, je gelooft in hem. Maar men gelooft niet meer. Men gelooft niet meer in het leiderschap. En dat vind ik een heel kwalijke zaak. Want er zijn heel veel goede mensen in Suriname die het heel goed zouden kunnen doen dan menig minister in deze regering. Maar die gaan het niet doen omdat ze verstandig en wijs zijn. Ja. Je moet een dwaas zijn, wil jij in deze regering je naam te grabbel gooien. Er valt geen eer te behalen als je eerzuchtig bent. Ja, wat dat betreft heeft Santokki het verkwanseld. Hè? Van mogelijk een potentiële betrouwbare leider waar iedereen misschien toch wel zijn of haar steentje zou willen bijdragen om zaken ten goede te doen keren, heeft dit zodanig verziek, ook door zijn eigen opstelling en zijn gedrag, maar ook in zijn doen en laten, zijn keuzes, dat nu niemand, en nogmaals niemand meer, tenminste, echte integere mensen, deskundige mensen, die avontuur niet met hem zullen willen aangaan. Behoudens, een paar mensen waarschijnlijk hier in de diaspora hoor ik, die wel staan te trappelen om minister van Financiën te worden. Nou, als ze dat willen doen, moeten ze dat vooral doen. Ik heb een advies geschreven wat sollicitatietips, dus ik hoop dat ze die tot zich nemen. En dan mogen ze het doen. Het zou perfect zijn. Ik denk dat Santokki daar ontzettend blij mee zou zijn als dat zou gebeuren. Dus het is gewoon jammer dat het zo is gelopen. Nogmaals, niemand moet boos worden op jou, op mij of andere analisten die zich kritisch uiten. Ze moeten de vinger naar zichzelf. Als ze de vinger naar jou wijzen, wijzen de drie terug. Hè? Of naar mij wijzen. Laat ze bij zichzelf te raden gaan hoe ze het zo ver hebben laten komen. En hoe ver willen ze het nog laten komen. Want er is nog 3 jaar te gaan. Dit schip is moeilijk te keren. Maar het is niet zo dat het niet te keren is. Ja. Dus nogmaals, het gaat heel veel vergen. Je gaat bepaalde mensen van je kabinet moeten vragen om wat anders te gaan doen. Want als je onderwijsbeleid waardeloos is en je wilt straks een oil and gas land zijn, vraag ik me af hoe je dat wilt doen. Als je volksgezondheid een ramp is, Fred, weet je dat er nu door diasporaartsen geen shunts meer geplaatst mogen worden in de operatiekamers van Suriname? Dus met andere woorden, er is een wachtlijst van patiënten die een shunt willen hebben. Een shunt is een ingreep. Een cardio-ingreep. Ja. Ik ben geen arts, maar ik heb wel begrepen dat het een belangrijke ingreep is. Bij vaatvernauwing, toch? Bij vaatvernauwing, ja, dus, ja. Ja, precies. Ja. Zodat je dan een vlotte dialyse-traject in kunt gaan. Ja. Ja? Dat betekent dus dat de hele wachtlijst van shunt-patiënten nu niet meer behandeld mogen worden door erkende, gecertificeerde diaspora-artsen die al een bewezen staat van dienst hebben van minimaal 20 jaar in Suriname, van minimaal 30 jaar in het buitenland, dus in Nederland en in andere landen. Die mensen worden nu door een YouTube-zanger, de minister van Volksgezondheid, worden ze de wacht aangezet. Ja, ja. En reden waarom? Waarom wil hij die ministers, die artsen moet niet meer... Moet je hem vragen, bel hem op en vraag. Nou, hij komt niet aan de telefoon en hij reageert niet op dat. Er zal een reden zijn waarom hij niet aan de telefoon komt. In ieder geval, die patiënten mogen nu rustig wachten. Hun hart gaat naar de Malemoer.
Ja. Hun nieren helemaal naar de knoppen, omdat ze niet meer gedialyseerd kunnen worden op een fatsoenlijke manier. Want die shunt wordt niet geplaatst door de diaspora-arts. De Surinaamse artsen die hebben al gezegd dat ze overbelast zijn. Die hebben psychologische behandeling nodig, want ze zijn overspannen en opgebrand. Er is staking na staking in het academisch ziekenhuis. Maar het uitwijken naar Sint-Vincentius ziekenhuis, dat mag niet van deze minister. Hè? Want dan krijgen we een situatie waar hij niet blij mee is. En het ergste van het ergste is dat de president weet dat dit gebeurt. En dat de president dit tolereert. En dus eigenlijk die shunt-patiënten gewoon aan hun lot overlaat. Dat is de realiteit van Suriname op dit moment. En ik ben zeer gepikeerd en zelfs lichtelijk geërgerd door de situatie die nu ontstaat in de gezondheidszorg. Nou, ik kan zo ook een boekje open doen over het onderwijs. Dat moeten we misschien voor een andere keer bewaren. Ja. Maar op dit moment werkt het niet in Suriname zoals het op een eenvoudige manier had gekund. Als de diaspora die niet steelt, van goede wil is, al 30 jaar een bewezen staat van dienst heeft als specialist, 20 jaar al zijn dingen doet in Suriname, met grote tevredenheid van de patiënt jou aanbiedt om jouw problemen te komen oplossen, dan moet je ten eerste als president zeggen welkom. En als minister van Volksgezondheid moet je in je auto een rode loper zetten, naar Sanderij rijden en die uitrollen voor die mensen. En als je dat niet doet, is het tijd dat je opstapt. Ja. Nou ja, Ashwin, ik las laatst een bericht, en dat gaat om Portugal, Lissabon, dat een kind was komen te overlijden, omdat toen haar ouders met haar naar het ziekenhuis ging voor behandeling, er een stop was op een afdeling, en vervolgens werd dat kind doorverwezen naar een ander ziekenhuis, maar goed, ze moest dus uiteindelijk bij dat kind leuren van ziekenhuis naar ziekenhuis, vanwege dus beperkte ruimte. Uiteindelijk is dat kind komen te overlijden. Dag daarna heeft het parlement het ontslag geëist van die minister, en die minister is met ontslag gegaan. Want hem valt te verwijten dat uiteindelijk door falend beleid dat kind, dat eigenlijk niet hoefde te sterven, uiteindelijk is komen te overlijden. En we maken soortgelijke situaties mee in Suriname. Niet één kind, meerdere kinderen zijn door het falend beleid in de zorg komen te overlijden. En wie zit Zeta Bever vast op die stoel? Ja. De minister, ja, toch? Zo is het. Ja, en ja, dat, maar dit geldt, hetzelfde geldt ook voor de minister van grondbeleid. Ja. Hetzelfde geldt ook voor minister Jubitana, want hij is minister van SLM. Ik noem hem de minister van SLM. Als het daar gesnurkt is door de RVC enzovoorts, is hij medeverantwoordelijk. Minister Ramadien op volksgezondheid, een ramp. Hè? Alle patiënten die shuntbehandelingen moesten krijgen, gaan nu lekker wachten op de dood. We hebben minister van Justitie gehad, of die zitten nog steeds, ook met Zeta Bever. Die had die vier blanke mensen iets ervan moeten vinden dat ze de rivier overzwommen. Ook niet gebeurd. En we hebben Wiebes, die van Din een puinhoop heeft gemaakt, en die zit er ook nog steeds. Dus deze regering gaat te boek staan als de regering, als de experimenterende regering. Als de regering die nooit wat fout deed. Dus de slogan van de NDP geldt voor deze regering. Niks no fout. No want, minister, no fout. Ja, totaal geen zelfrespect, hè? En vooral geen verantwoording naar de samenleving over de gevolgen van hun nalaten dan van hun falen. En dat houdt het arme volk één in de tang en in armoede. Moeten we helaas concluderen op dit moment. En het zou hoog tijd zijn dat ze een keer toch wel, inderdaad zoals hij zegt, zich goed in de spiegel gingen aankijken. En dan de vraag moeten stellen van, ben ik wel de juiste man? Ik weet niet of ze nog vrouwen hebben, maar ook de juiste vrouw. Om toch wel de rol te vervullen. Om het arme volk uit hun armoede te verlossen. Als het nee is, moeten ze zo snel mogelijk opkrassen. Want ze hebben alles en nogmaals alles laten zien dat ze toch wel het vermogen niet hebben de situatie in het land in goede banen te leiden. Is dat de conclusie, Ashwin? Fred, ik ben het helemaal eens met de conclusie. Ja? Ik denk dat de zelfreflectie van een ieder in deze regering moet leiden tot een besef dat dit niet zo door kan gaan.
En als je niet wenst te veranderen en gewoon op de ingeslagen weg door wilt gaan, omdat dat de route is die je kent, omdat je niet anders weet en niet beter weet en niet bijschoolt of bijleest of bijleert, dan is het inderdaad tijd om op te krassen. Want je brengt ook niet geen opluchting bij het volk. Je doet jezelf eerlijk gezegd ook geen plezier, want je gaat de geschiedenis in als de meest belabberde verantwoordelijke ooit. Ja, dankjewel Ashwin. Ik denk dat we vanmiddag toch wel een aantal issues hebben aangestipt, kritisch. En ik was een beetje toch wel in het begin geschrokken van oei. Is Ashwin mogelijk bedreigd of zo? Dat hij nu een beetje toch zich verontschuldigt voor zijn kritiek naar de regering. Maar ik ga ervan uit dat ze je daarop niet hebben aangesproken. Nee hoor, niemand heeft mij bedreigd of zo. En ik vind het sportief als niemand mij bedreigt. Want ik ben niet het probleem. Fred, jij bent ook niet het probleem. De columnisten die schrijven of analisten die schrijven en op de radio komen zijn ook niet het probleem. Wij reflecteren op datgene wat er gebeurt. Ja. Als er goede dingen zouden gebeuren, zou het raar zijn als ik dan in jouw programma zou komen en zou zeggen, luister, de koers is naar 7. Ja. Wat een waardeloze situatie. Ja. Als meneer De Haan het land niet uit mag. En ik zeg, luister minister van Justitie, je hebt er waardeloos aan gedaan om die 4 blanke mensen daar bij de grens tegen te houden. Dat zou toch raar zijn? Zeker. Het zou toch raar zijn als ik goede dingen nu ga afkraken. Maar waar zijn die goede dingen? Ik wil één goed ding. Die brug van Heenaar die wordt gerepareerd, heb ik genoemd. Maar als je shuntpatiënten nu op een wachtlijst zet, waardoor ze ook niet voldoende goed gedialyseerd kunnen worden, waarmee ben je bezig? Ja, nee, duidelijk. Alsjeblieft, dank. Dank je, Fred. Heb je alles kunnen zeggen? Alsjeblieft. Nee, er is nog veel meer, man. Oké, ik wil wel de ruimte geven als je nog een punt wil maken. Nee hoor, ik denk dat we genoeg hebben benoemd, Fred. Het gaat er in principe om waarmee we begonnen. Ja. De president als leider van het land, als leider van deze regering, heeft 24 uur per dag. Ja. Net zoals iedere sterveling op de wereld. En dat is het is belangrijk om daarin, in die 24 uur, alle capaciteiten die je in je hebt, te gebruiken om na te denken over hoe je de uitdagingen aangaat. En als je je laat afleiden door slechte adviseurs en andere feestjes, dan denk ik dat je het niet begrijpt. Klopt. Dankjewel Ashwin. Een mooie dag, goed weekend. Ja, Fred, jullie ook allemaal. En gauw tot de volgende keer. Yes, dankjewel. Ja, dag.